Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. Welkom bij de Waard aan tafel en alweer de laatste aflevering van dit seizoen. En we gaan deze aflevering op pad met het Gouden Gidsengilde, met onze eigen Nico, maar we beginnen met muziek. Nou, Ton, Nico, eerst heel even de vraag, zijn jullie wel eens naar een concert geweest van accordeonmuziek? Ton? Nou, eerlijk gezegd, ik nog nooit. Ik weet alleen dat mijn vader accordeon speelde, maar een concert, nee. Nee? Nog nooit. Nee, en jij, Nico? Ik heb wel eens een keer een gast gehad als accordeonspeler. Oh. Dus in het Nico op stap gebeuren. Oh, oké, okay, helemaal goed. Ja, want waarom zouden ze het eigenlijk moeten doen, Lisbeth, om naar een concert van accordeonmuziek te gaan? De mensen hebben geen idee wat accordeonmuziek eigenlijk allemaal inhoudt. Ze denken allemaal aan hoempapa-muziek of polonaise. Maar accordeonata die heeft heel breed repertoire. En ik hoor vaak de opmerking van, oh, ik wist dat het zo mooi was. Ja. Dus hierbij een uitnodiging van mensen. Kom even luisteren en overtuig uzelf. Ja, want je zit op de accordeonvereniging Accordeonata. En die komt uit Lekkerkerk, oorspronkelijk, ja. Oorspronkelijk uit Lekkerkerk. Zitten er alleen maar Lekkerkerkers in? Nee, of komt uit de hele Krimpen? Nee, helaas niet. Nee. Uit Krimpen aan de IJssel, zelfs Waddinxveen, Gouda. Eigenlijk overal vandaan. Overal vandaan. Heeft dat te maken dat accordeonmuziek, het is natuurlijk een prachtig instrument. Mijn ouders Ton speelde dat toevallig ook, dus ik ken het. Maar heeft het ook wel te maken dat er eigenlijk heel weinig verenigingen zijn? Of zijn er wel veel? Ja, ik weet eigenlijk nou, helemaal niet. Nou, het zit wel in, maar ze zijn er nog wel. Dat wel, alleen ja, het wordt steeds minder. Maar mag ik vragen, hoeveel leden heeft Accordeonata? Helaas tussen de 20 en de 25 nu. Maar ja, die maken toch met elkaar toch ook al een hele hoop muziek? We maken hele leuke muziek. Alleen ja, er zouden wat meer mensen bij moeten. En ja, ik hoop dat dit een beetje een drijver is voor mensen. Want je hoort zo vaak, ik heb vroeger ook accordeon gespeeld. Ik heb hem nog. Nou mensen, pak een meet en kom een keer luisteren. We hebben trouwens ook een hele goede dirigent. En die kan eventueel nog een opfriscursus doen of lessen geven. Of kom gewoon een keer luisteren op een andere avond. Wat goed, want ik had gelezen, hè, Leo van Lierop, dat jullie dirigent. Is het een leuke dirigent? Ja, een jonge kerel nog, dus dat wil je nog meer. Nou ja, dus, dat is voor jullie een antwoord. En, ik bedoel het muziekgenre hoor. Oké, dan is het helemaal goed. Maar je zegt ook, hè, voor degene die zeggen van, oh, ik vind accordeonmuziek, ik heb er eentje liggen, kom gewoon langs. Op welke avond repeteren jullie? We repeteren op maandagavond van 8:30 tot 9:30. Ja, kom eerst maar zonder accordeon in de Emmastraat in de Katholieke Kerk. Oké. Oh, dat is wel maar akoestiek daar, hè? Nee. Niet van accordeon? Nee, het is eigenlijk geen officiële kerk. Het is, ja, vroeger geloof ik, als ik het goed heb, een bank geweest. Oh, dan is het te compact. Ja, met de betonnen muren waarschijnlijk. Ja, maar het is, het klinkt wel goed, hoor. Ja, tuurlijk, maar daar zorgen jullie toch zelf wel voor, wel, hè? Wel, ja. Ja, kom. Want bij die leden, hè, dat je zegt, van wat voor leeftijdscategorie zitten we ongeveer aan te denken? Ja, nu helaas een beetje hoog. Ja? We willen graag wat jongeren hebben. Maar ja, ik weet, mijn zoon die heeft vroeger ook accordeon gespeeld, toen hij 12 was. Toen ging hij naar het voortgezet onderwijs en dan wordt hij raar aangekeken. Ja. Dus toen is hij maar keyboard gaan spelen. En dat is heel erg jammer. Want juist een accordeon, je kan er dus Bach op spelen, je kan een psalm op spelen. Je kan hard spelen, je kan zacht spelen, je kan alleen spelen. Je kan in een combo spelen, begeleiding. Hij is heel veelzijdig. En je kan er overal mee naartoe nemen. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nou nog meer? Ik wilde bijna zelf ook zeggen, ja. Want je ziet ook wel heel veel shantycore, hè, die gebruik maken. Maken ze ook gebruik van jullie leden? Ik zit bij een shantycore. Oh, je zit ook bij een shantycore, ja. Ja, en ze zit heel erg verlegen om mensen. Dus nog meer een aanleiding, mensen. Pak dat ding, haal hem uit de kast. We zijn gewoon een promotiefilmpje aan het draaien hier, hè? Wat goed van jou. En wat staat er? Nou ja, van de shantycore, dat had ik natuurlijk ook wel gezien. Want leden die er natuurlijk bij doen. Er is een tekort, dat heb ik ook begrepen. Maar en doen jullie ook, als je een concert geeft bijvoorbeeld, ga je dan ook samenwerken met andere verenigingen? Of bestaat een concert van jullie alleen maar uit accordeonata? Of doen jullie er ook iets bij? Nou, meestal een koor of iets anders. Vaak een koor, in combinatie met een koor. En is dat te doen, ja? Ja hoor, dat gaat heel goed. Ja, en tot nu toe zijn de zalen nog redelijk gevuld met bezoekers. En we willen dat graag zo houden.
In oktober hebben we dan onze bingoavond. En in december, in plaats van een nieuwjaarsconcert, doen we een kerstconcert. Dus daar hopen we weer op een heleboel toeschouwers. En ook weer wat leden. Ja, ik blijf bezig. Hoor. Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Het is gewoon een hele open vacature, zeg maar, voor als je accordeon speelt. Ook al heb je hem niet of je hebt hem op zolder liggen, pak hem beet. En kom gewoon kijken bij Accordionata. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Wat voor leeftijd, maakt niet uit. Maakt niet uit. En hoe lang je niet... Ik had ook 30, 40 jaar niet gespeeld. Toen ben ik het eens weer gaan doen. Je verleert het niet. Hoe lang doe je het nu al, Lynette? Nu doe ik het 20 jaar. Nu 20 jaar, ja, de laatste 20. Beetje, ja, dan... En je bent een keer gestopt? Ik geloof dat ik 12 was toen ik stopte. Maar hoe kwam je eigenlijk op die accordeonmuziek zelf? Mijn broer had accordeon, nou toen mocht ik ook accordeon leren. Nou, zo is het gegaan eigenlijk. Maar het is wel zonde dat je dan gestopt bent. Maar had jij dan ook met 12 jaar naar de middelbare school dat je dacht van ik ga stoppen? Nee, dat had meer een andere reden. Okay. Mijn moeder is toen overleden, toen moest je eens tijd stoppen. En toen is er eigenlijk niks meer van gekomen. Nee, dan laat je het eigenlijk liggen. En waarom dacht je nou opeens van ik ga hem weer oppakken? Dat komt door aan de Accordionata. Die bestond zoveel jaar. En toen nodigden ze allemaal mensen uit die ze kenden die accordeon gespeeld hadden. Ja, en toen ben ik blijven pakken. En toen lag hij nog op zolder? Bij jou ook? Hij is van 1964, geloof ik, dat ding. Dus, dat is 59 jaar. Dat weet ik precies. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Ik vond het ook wel zo leuk, want ik zag bij jullie staan. Hier is Accordionata, we spelen met elkaar. En als wij musiceren, is het leven niet zo zwaar. Hier is Accordionata, muziek geeft ons de vreugd. Die wij nu met u delen, dat maakt ons verheugd. Zingen jullie dan ook erbij? Of is het gewoon een lied? Nee, we gaan ook staan. En dan reageert het publiek heel enthousiast. Heel gek. En je zegt ook zelf, hè, nu de aankomende concerten, want dan maken we gelijk daar ook reclame voor. In oktober? Oktober, ja. 27 oktober, als ik het goed heb. Ja, en dan is het de bingo-avond. Met begeleiding. Jullie zijn dan voor de muzikale ondersteuning. Ja, wij spelen en dan een rondje bingo en dan weer spelen. Geloof ik hoor, want ik heb ook het hele programma dan niet gehoord. Het is in oktober in ieder geval. En als we dat nou willen weten, van wanneer het in oktober is, waar kunnen we dat vinden? En meestal staat het ook in het contact. In het contact? Sowieso staat het. Heb je ook op de social media wat? In Facebook? We hebben wel een website. Een website. Ja, Accordionata. Accordionata. Nou, Accordionata, ja. Lekker Kerk, daar kunnen we het op vinden. Ja, ja, ik vind het helemaal leuk. Ja. We gaan je straks aan het einde van dit programma nog horen. Ik ben heel benieuwd. Nou, dat is een liedje, dat speelde ik vroeger. En dat als ik nu ga oefenen met de Accordionata, dan speel ik dat liedje even om een beetje mijn vingers los te maken. En het was ook een liedje, als ik vroeger verdrietig was, dan ging ik... liefelijk, dan ging ik heel zachtjes zitten spelen. We gaan straks horen, aan het eind van het programma, in wat voor moed jij vandaag bent. Goed? Oké, doe je best. Dankjewel voor je komst.